jongens, meisjes, heren. Hartelijk welkom bij de zoveelste mini-playback show. We hebben weer 6. En de volgende is weer een jongen die de suppie moet doen. En dat is niemand minder dan Robert Paul. Hoe is dat nou, zo'n sfeertje achter de schermen? Dat je daar zo staat met al die kandidaten. Die Anne Roos en die en die en die. Hoe voelt dat? Oh, een beetje zenuwachtig. Ja, ben jij er een beetje zenuwachtig van? Dat kan ik me best voorstellen, hè? Want doe je best, maak er wat moois van. Robert Paul. Eindelijk binnen. Er kwam geen einde aan die draaideur. Maar goed. Als ik nu snel de juiste opnamestudio vind, ben ik nog precies op tijd voor mijn afspraak met Vanessa. Ik geloof dat ik deze deur moet hebben. Oei, oei. Dat was dus de bezemkast. Zo, loop met me mee. Nou, ik heb een tip voor de toekomst. Want wat ik gemist heb bij jouw hele act, is dat je geen enkele keer in de camera kijkt. En ik denk dat als je op televisie komt, dat het toch wel handig is als je af en toe eens even in de camera kijkt waar dat rode lampje brandt. Want dan is het net of je de mensen thuis aankijkt. En dat geeft altijd een extra warm gevoel erbij. En dat miste ik een beetje. Dus volgende keer in de camera kijken. Volgende keer in de camera. Nou, hij zal eraan denken. Hey, hartstikke bedankt voor je komst hier naartoe. Je hebt het fantastisch gedaan. En nou, prima, hè. Robert Paul was dat. Dankjewel.